Just en, oh, ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor dat de heer Jansen heel veel zorg heeft hè, over technologieën, met name in het kader van de Europese ID. Ik vraag me toch wel af, hè, want we spreken vandaag het hoofdlijndebat en u mag deze zorgen aankaarten. Maar we hebben hier natuurlijk wel als Kamer en als commissie het er wel vaker over gehad. Sterker nog, voordat er een Europese Raad was waar dit besproken werd, op 31 mei dacht ik, hebben wij als Kamer juist de zorgen besproken, ook een motie daarover aangenomen. En hebben we het debat kunnen uitwisselen met de staatssecretaris, zodat die ook met die informatie naar Europa kon gaan. Maar Forum was er niet. Ik vind het toch ingewikkeld dat u Dat de heer Jansen? Ja, voorzitter. Dat vind ik toch ingewikkeld, richting de heer Jansen, via de voorzitter. dat op het moment waarop het besproken wordt, waarop je kan sturen, Forum voor Democratie afwezig is. Maar vandaag, hè, na het debat, nadat de Europese Raad is geweest, wel deze zorgen aankaarten. Ik vraag me toch af of Forum of de heer Jansen daarop kan reflecteren, via de voorzitter. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had op dat moment ook een ander debat. Ik kon daar niet bij aanwezig zijn. Dat heb je met kleine fracties. Maar ik wil er wel op ingaan, want het is niet zo dat toen iets besloten is wat nu dan niet meer gewijzigd zou kunnen worden. Eén, is daar niks besloten, want dit plan loopt al heel erg lang. De Europese Commissie heeft het er al over gehad in 2018. De Europese Centrale Bank heeft dit soort dingen wel eens genoemd in 2013. Het is niet zo dat in een commissiedebat 2 weken geleden besloten is, we gaan dit doen, en dat Forum er niet was en daardoor gaat het door. Bovendien, uw motie over geen Europese Centraal burgerservice-nummer, dat was een hele goede motie, dus dat juich ik heel erg toe. Maar dit hele plan moet van tafel. Het gaat niet over alleen maar een Europees burgerservice-nummer. Het gaat over het optuigen van een hele grote applicatie voor 550 miljoen mensen die straks ons hele leven kan beheersen. En daar heb ik geen motie over gezien. Daar heb ik niet van gezien dat de hele Kamer zich daartegen uitspreekt. En ik hoop, en ik doe echt een oproep, dat we dat wel moeten doen. En ik hoop dat ik met mijn pleidooi mensen kan overtuigen dat dit een heel slecht idee is. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat voordat de heer Jansen daar, als hij het zo belangrijk vond, had moeten zijn. Ik denk dat dit een traject is. U bent het daarmee eens. Wij als commissie zijn daar al een tijdje mee bezig. En ik moet wel aangeven dat ik de heer Jansen of Forum daar wel mis op de momenten waarin je in commissieverband echt met elkaar doorspreekt. Echt met het debat met elkaar aangaat. En ik wil toch de heer Jansen vragen of hij het met mij eens is dat een deel van het parlementair werk, juist ook op dit soort grote thema's, juist op Europees niveau, het juist belangrijk is om elk moment wanneer er een tussenstap gezet wordt, om juist daar als parlementariër een controlerende taak uit te kunnen voeren. Bent u daarmee met mij eens? En ga ik u dan ook vaker bij de commissies over dit onderwerp zien? Ja, voorzitter, nogmaals, ik had op dat moment een asieldebat, dus dat ging gewoon niet samen. Ik heb veel portefeuilles, we hebben een kleine fractie, dat kent u ongetwijfeld. Maar ik wil eigenlijk even een stapje terug doen, want het gaat niet om de procedure. Het gaat niet over, hebben we 10 commissiedebatten gehad en aan het einde hebben we nog steeds een digital ID. Het gaat erover dat we dit niet moeten willen. Het maakt niet uit hoe vaak er over gesproken is. Als het er komt, is het een slecht idee. Dus dat we moeten ons niet gaan blind staren op procedures en vergaderingen. Het gaat over wat het product is van wat er ontwikkeld wordt. En dat is een heel slecht idee. En daar heb ik de rest van de Kamer niet over gehoord. En dan kan de rest van de Kamer heel veel vergaderingen hebben gehad over alle kanttekeningen die er zijn bij dit soort dingen. Maar uiteindelijk gaat dit wel door. Er is geen motie geweest waarin de hele Kamer de regering oproept om hiermee te stoppen. En dat zou nou zijn wat ik zou willen. Mevrouw Leijten? Ja, voorzitter. Ik vind het. Ja, we hebben meerdere commissies tegelijkertijd. Ja, je stelt prioriteiten. Maar zoveel onzin uitkramen vind ik stuitend. De Kamer heeft hier een rapport over gemaakt. Er is een rapporteur op geweest. Daarin staat heel duidelijk beschreven, wat ligt er voor in Europa, wat heeft de Kamer gedaan? De Kamer dit niet wil, is uitgesproken. Die moties liggen er wel. Nee, dat is niet zo. Het is wel waar en ik vind het kwalijk. U mag inbrengen wat u in wil brengen. U mag zeggen wat u zegt. Klopt feitelijk heel veel niet van wat u zegt. Maar zeggen, de hele Kamer doet niks, dat is ook onjuist. En daarmee doet u iets heel giftig. Doet de heer Jansen? Ja, sorry voorzitter, ik wil dat niet in uw schoenen schuiven. Doet de heer Jansen iets heel giftigs? Hij stelt een groot verhaal van een groot complot, wat ik als rapporteur op de EID niet heb gezien.
Ja. Hij stelt het werk in van Kamerleden, die er wel degelijk op plaatsvindt, gooit hij weg. En hij knipt straks een filmpje, gooit het in de wereld en gaat dan zeggen, er is een slaapkamer, er is een controlled opposition en er is een vreselijk groot plan in Europa. En het klopt alle drie niet. En dat is kwalijk. U bent er niet wanneer we het er wel over hebben, wanneer we het er in de diepte over kunnen hebben, waarop u de regering kunt bevragen. En u komt hier binnenlopen, u doet een kwakkie en u loopt weer weg en u heeft een filmpje. En ik vind dat eigenlijk destructieve politiek. Voorzitter, ik merk dat het nieuwe modewoord giftig is een beetje zijn gebruik begint te vinden. Nou, wat ik heel giftig vind, is dat de SP gewoon gaat instemmen met een systeem wat gaat leiden tot de totale controle van ons leven. Jawel, dat is wel zo, voorzitter. We kunnen hier allemaal discussies hebben over procedures en vergaderingen en de vorm hoe de Kamer hiermee omgaat en een motie over een burgerservicenummer die ik inderdaad steun, want dat moeten we absoluut ook niet willen. Maar het gaat over iets veel groters dan dit. Het gaat over al deze dingen die ook in die Kamerbrief staan. Het is toch ongelooflijk? Dit gaat gewoon door. En dan kunt u er heel veel over hebben vergaderd, maar deze regering gaat er gewoon mee door. En daar moeten we mee stoppen. Die Kamerbrief die u de hele tijd aanhaalt, die is gecorrigeerd met moties, uitspraken in de Kamer. Er is een motie van Haga Leijten aangenomen die zegt het niet doen. En er zijn van allerlei moties aangenomen waar Forum dan wel voor stemt, maar aan de debatten niet meedoet. Dus u vertelt hier iets wat gecorrigeerd is door de Kamer en u geeft de Kamer daarvan de schuld. En de SP heeft er niet mee ingestemd en zal er niet mee instemmen. En daar vind ik vind echt, op waarheid moet je debatteren. Oké, voorzitter, ik wil heel graag op waarheid debatteren en dat doe ik ook. Als u dan een of andere motie hebt, kom dan daar ook mee, want dan kan ik daarover oordelen. Ja, u kunt wel verwijzen naar er zijn moties, maar dat... Wacht even, het moet niet een één-op-één gesprek worden. Ik geef mevrouw Leijten nog... Nee, maar ik wil hier nog wel gewoon een algemeen punt over maken, want de Europese Commissie gaat hier wel mee door. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit al klaar. Dit wordt gewoon in oktober, is de toolkit klaar. Dan kan ieder lidstaat kan zijn eigen app gaan ontwikkelen. En dit zijn wel degelijk de gronden waarop dat gebeurt. Afrondend. Voorzitter, ik maak persoonlijk bezwaar. Er ligt een heel overzicht en een rapportage van wat erop gebeurd is op de EID. Daarin staat ook het hele overzicht van de moties, de activiteit van de Kamer om de regering te corrigeren en op het juiste spoor te zetten. Zeggen dat er niks gebeurd is onjuist, feitelijk onjuist. En dan zeggen kom maar met moties, lees gewoon de rapportage. Nou ja, dat is niet feitelijk onjuist. Het is feitelijk onjuist dat het beleid van de Europese Commissie drastisch zou zijn bijgesteld. Dit wordt nu ingevoerd. Er zijn allemaal presentaties gaande nu op het ministerie van Binnenlandse Zaken iedere week hierover. Dit is iets wat nu wordt uitgerold. En ja, misschien zijn er hier en daar wat kanttekeningen geplaatst. Ik wil graag de motie beoordelen op zijn inhoud. Maar het gaat erover dat de Europese Commissie bezig is met een soort gecentraliseerd systeem waarin de data van 550 miljoen mensen wordt opgeslagen. Dat is wel waar. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Kijk, ik heb toch ernstig bezwaar tegen de methode Janssen, namelijk nooit deelnemen aan debatten waar het erover gaat. Nooit deelnemen aan debatten waar het erover gaat, vervolgens bij een plenair debat, want dat is vervolgens Forum voor Democratie wel interessant genoeg, naar binnen fladderen, leugens verkondigen over collega politici hier en doen alsof de Kamer aan het slapen is, terwijl de Kamer meerdere moties in heeft gediend. Op alle punten, de kritiek die u geeft, moties in heeft gediend om dit proberen te stoppen. En u horen we nooit. Denk heeft een motie ingediend om de regering te vragen om in de wet te zetten dat dit nooit verplicht mag worden. Stemde u voor. Maar waar was u in die commissies? Waar was uw moties in te dienen lopende het proces? Uw kiezer heeft er helemaal niks aan dat u popiopie loopt te doen tijdens een plenair debat met leugens over collega's. Maar waar het echte kamerwerk wordt gedaan, in de commissies, met moties, doet u niks. Laat u uw eigen kiezer stikken. En u bent dan de grootste oorzaak dat slechte plannen van het kabinet doorgaan, want van u zien we niks. Ja, voorzitter, dit soort stemmingmakerij, daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Dus... Nee, dit zijn geen feiten. Ik was bij een ander debat, dat gebeurt. We hebben een kleine fractie. Dus ja, dan moet je soms keuzes maken. Nou, daar gaat het toch helemaal niet over. Het gaat over het inhoudelijke punt. En u kunt hier een beetje boos lopen doen, een beetje een spelletje.
wij zijn er wel, jullie zijn er niet, we hebben een motie ingediend, bla bla bla. Maar uiteindelijk gaat deze regering gewoon door met haar plan. Die motie die was prima, daar hebben wij ook voor gestemd, dat het niet verplicht wordt. Maar natuurlijk wordt het wel verplicht. En Denk heeft ook een hele kwalijke opstelling gehad wat dat betreft. Want ook met dat vaccineren en zo, daar waren jullie misschien dan zelf niet persoonlijk voor. Maar uiteindelijk is het wel gewoon gebeurd. En als je geen coronapas had, dan mocht je gewoon een restaurant niet in, je mocht een kroeg niet in. Mensen werden gewoon geweerd uit het sociaal-maatschappelijk leven onder het mom dat het vrijwillig was. Dat gaat nu weer gebeuren. Dus we kunnen een motie hebben over dat het niet verplicht is. Prima. Maar daar hebben ze gewoon lak aan. Ze gaan het wel verplichten, direct of indirect. En daar gaat uw motie niks aan veranderen. Nou ja, voorzitter, die motie die gaat daar wel wat aan veranderen. Want die motie vraagt aan de regering dat het in de wet moet komen. En de regering is gehouden aan de wet en Nederland is nog steeds een rechtsstaat. En voorzitter, de heer Jansen geeft aan, ja, we zijn een kleine fractie en ja, ik had andere prioriteiten. En voorzitter, daar is blijkt dus dat Forum dit onderwerp niet belangrijk genoeg vindt. Forum vindt dit onderwerp niet belangrijk genoeg om aan al die debatten, ik ben er zelf bij 3 geweest, over dit onderwerp mee te doen, de regering te bevragen en kritiek te uiten. En voorzitter, dan kan ik alleen maar concluderen. Als de heer Jansen andere prioriteiten stelt, Denk is ook een kleine fractie, Denk is er wel, Denk vindt het wel belangrijk genoeg, u niet en u laat uw kiezer in de steek. Ja, voorzitter, nogmaals, dit soort overdreven gedoe allemaal, daar heeft niemand iets aan. Ja, welk debat, waar was ik op dat moment? Dat was bij het asieldebat. En daar was uw fractie bij afwezig, omdat u op dat moment bij een ander debat was. En weet je wat ik ook belangrijk vind? Dat wij ons land niet vol laten lopen met tienduizenden asielzoekers per jaar. Ja, dan moet je een keuze maken. En er is ook een debat over digitale zaken. En dat was al veel eerder geagendeerd trouwens, dat werd iedere week uitgesteld. Dus ik dacht, dan kom ik hierheen, want hier kan ik ook mijn punt maken. Want voorzitter, het is niet alleen zo dat er in commissies wordt gesproken over plannen van de regering. Nee, ook hier in de plenaire zaal. Juist hier in de plenaire zaal. En op het moment dat het ging over de bescherming van Nederland ten overstaande van al die massale immigratie, toen was Denk afwezig, want Denk wil dat. Ik doe de interrupties in voorzitter, twee, meneer Van Baan. Ja, voorzitter, dus heel kort voorzitter persoonlijk, heel feit, kort. Persoonlijk feit, want ik wil de heer Jansen graag corrigeren. Denk was wel aanwezig bij alle debatten over asiel. Nee. De heer Kuzu is woordvoerder asiel. En de heer Jansen die kan nog een puntje zuigen aan de aanwezigheid van Denk in debatten, want ik zie u nooit. Het was het debat, het is feitelijk onjuist, voorzitter. Het was het debat over van het wetsvoorstel van de heer Kops en daar was Denk bij afwezig. Mevrouw Van Weerdenburg. Ja, voorzitter, dank. Ik ga het even proberen om weer terug te brengen naar waar we het vandaag over hebben. Ik ben vooral heel erg blij dat de heer Jansen hier vandaag wel is. En ik hoop hem ook vaker te zien. En als de reactie op zijn inbreng iets laat zien, is dat hij vaker nodig is in dit soort debatten. Ik vind het ook heel goedkoop scoren om nu te gaan smijten met oh, u was er niet. Dit debat waar het om ging, was ik er ook niet, wegens ziekte. Voor de rest heb ik vrijwel geen debat gemist in digitale zaken. Dus laten we alsjeblieft vandaag de kostbare tijd gebruiken om inhoudelijk te debatteren en niet dit soort jijbakken. Mevrouw Van Ginneken. Ja, dank voorzitter. Collega Van Weerdenburg deed net de oproep om het debat inhoudelijk te hebben. Daar ben ik heel erg voor. Ik wil me aansluiten bij wat collega's van Denk, SP en ChristenUnie hebben gezegd over de feitelijke onjuistheden die de heer Jansen hier roept ten aanzien van dat discussies over de Europese identiteit niet besproken zijn hier in de Kamer, dat de Kamer niets gedaan heeft. En ik heb een vraag aan hem. Is hij op de hoogte van het bestaan van Parlis? Dat is een parlementair informatiesysteem waarin ook debatten waar je niet zelf aanwezig bij bent, hebt kunnen zijn, die je dan kunt nakijken. Je kunt zien welke moties er ingediend zijn, zodat je ook op basis daarvan kennis kunt hebben van de situatie en niet dit soort onwaarheden in een plenair debat over digitale zaken hoeft te debiteren. Ja, bedankt voorzitter. Ja, wat ga je hier nou weer op zeggen? Ja, ik vind het een beetje tijdsverspilling om dit soort flauwe grapjes een beetje over en weer te maken. Ik heb ook nooit beweerd dat er niet over gesproken is, zoals mevrouw zegt. Maar natuurlijk ken ik het bestaan daarvan. En ja, laten we hier geen verdere tijd aan verspillen, want het is gewoon niet echt heel grappig ook. Ik heb u al gehoord in dit blokje, mevrouw Leijten, dus graag kort en puntig. Ja, het debat waar de heer Jansen voorrang aan gaf, begon ruim nadat hij zijn bijdrage en het debat had kunnen doen bij digitale zaken. En dat gebeurt wel vaker met kleine fracties, dat ze dan iets eerder weggaan. Van Haga doet dat heel vaak, die komt dan wel. Die was ook bij dit debat en die ging toen ook eerder weg om het te combineren. Het had gewoon gekund. Oké.
Ja, dat zou ik allemaal kunnen. Ik ga vandaag ook tijdens dit debat naar een andere commissie. Dus soms kan dat, soms lukt dat niet. Dat klopt. Maar dat zijn keuzes die je soms ook maakt. U continueert. Ja,